In Dedemsvaart staat de enige complete gashouder van Nederland. Dijkhuis heeft de grondige renovatie daarvan voor haar rekening genomen. Hiermee kan de gashouder een nieuwe bestemming gegeven worden. Op de oorspronkelijke plaats is de volledig stalen gashouder ingepakt en geconserveerd. Vlak daarnaast is begonnen met de bouw van een grote betonkelder. Begin vorige eeuw begon koken op gas zijn intrede te doen in Nederland. Daarvoor werden overal grote voorraadtanks gebouwd. De gashouders. Nadat Nederland massaal was overgestapt op aardgas, werden de meeste gashouders echter gesloopt. Inmiddels is de laatste gashouder in Dedemsvaart een rijksmonument geworden. De grote kuip van 36.000 kilogram is op de betonkelder geplaatst en daarna de klok van 24.000 kilogram. Door de bewegende klok kon het gas onder druk worden gehouden. De gashouder was eerst alleen van buiten te bekijken. Door deze restauratie is het mogelijk om met een luie trap de kelder in te lopen naar de grote foyer en vanaf daar door een glazen plafond de werking van de gashouder te bewonderen. Hierdoor krijgt de gashouder ook een educatieve functie. De nieuwe gashouder biedt daarnaast plek aan kleinschalige, culturele en educatieve activiteiten. De gashouder in Dedemsvaart is een zeer bijzonder gebouw geworden, waaraan Dijkhuis een belangrijke bijdrage heeft mogen leveren. Dijkhuis, de aannemer die met de wereld meedenkt.